natuurlijk, ik denk ook weer vandaag. Ja, kijk, ik denk was ook wel, iedereen verwachtte misschien ook wel een beetje van VVV tegen Ajax met 0-13 eraf. Dus ja, wij gaan er ook wel 5 in leggen of zo. Ja. Maar ja, dus ik denk vandaag kon ook wat dingen natuurlijk wel beter. Maar uiteindelijk gewoon wel, ja, belangrijk is natuurlijk gewoon die 3 punten. Hoe belangrijk is het dat je eerste goal voor FC Groningen maakt? Is dat dus ook een soort van, ja, bevestiging dat jij goed bezig bent? Ja, weet ik nog niet. Want ik denk ook, soms kan je misschien ook een goal maken. Ja, een beetje leuk. Ik weet niet, hoeft denk ik niet per se te betekenen dat je goed bezig bent. Maar voor mezelf is het wel lekker natuurlijk. Ook als aanvallen, als je lang op die nul staat, dan komt toch een beetje, ja, misschien toch zet je jezelf wat meer onder druk of zo. Dus ik vind het wel lekker dat ik nu in ieder geval van die nul af ben. En dat ik gewoon uiteindelijk, ja, je wilt gewoon als aanvaller wil je gewoon belangrijk zijn voor het team. Met rendement. Dus ja, als je dat dan vandaag daar onderdeel van kan zijn, dat is gewoon lekker. Hoe gaat het in fysiek dan met je? Kan je al 70, 80 minuten aan? Ja, ik moet zeggen, ik vind het een beetje gek, want ja, ik heb dus dan die voorbereiding eigenlijk gemist. Ja. Maar dan bijvoorbeeld tegen Utrecht was mijn eerste basisplek en toen merkte ik eigenlijk dat ik ja, fysiek dat het gewoon lekker zat en dat ik eigenlijk had van, toen ik werd gewist van, oh, ik kon nog wel even door. En dan eigenlijk weer tegen Fortuna, bijvoorbeeld vandaag ook, dan merk ik wel, vandaag heb ik dan iets langer gespeeld dan die 2 wedstrijden daarvoor, maar dan merk ik op een gegeven moment wel dat ik er echt doorheen zit. En ja, dus ik weet niet, misschien ik moet dat ook wel een beetje accepteren, denk ik. Dat hoort er ook wel een beetje bij als je gewoon, ja, in de afgelopen maanden weinig bent gestart. Maar ja, of ik het aan kan, ja, ik denk het wel, maar ja, het verschilt een beetje. Ene wedstrijd soms, elke wedstrijd is anders, snap je? Dus soms, heb je het gevoel dat ze te voorzichtig met je zijn? Dat je daar meer aan kan dan zij tegen jou zeggen? Nee, dat idee heb ik niet, nee. Op zich, bijvoorbeeld ook vandaag, ik zat er wel echt doorheen toen hij me wisselde. Ik had de vorige keer dat ik de bal kreeg, dat ik eigenlijk gewoon kon sprinten, maar dat ik gewoon voelde dat ik niet meer echt vooruit kwam. Dus ja, dan zit je er wel doorheen, denk ik. Weet je trouwens nog wat Buis tegen je zei? 1 minuut voordat je scoorde? Ja. Dat was mooi, hoor. Ja. Hij zei van, ja, Patrick, voor de goal, sprinten! Ja. En een minuut later lag hij erin. Ja. Dat was wel grappig, ja. Klopt, hij zei dat. En denk, op dat moment was ik niet helemaal mee eens. Ik zei volgens mij ook nog even wat terug, maar niet vanuit van, ik denk dat is ook wel fijn met onze trainer, kan dat ook gewoon. Je kan gewoon als je er anders tegenaan kijkt, kan je ook zeg maar jouw kant geven. Niet dat het gelijk verkeerd wordt opgevangen. Dus ik denk dat dat sowieso een fijne manier is van werken, hoe dat gaat met de staf. Maar ja, ik vond dat ik was net helemaal terug, moest ik sprinten en toen moest ik weer, dus ik kon gewoon eigenlijk niet meer. Maar misschien daardoor wel, ja, was ik soort van misschien ook een beetje geïrriteerd dat ik had bij die volgende moment van, ja, uit irritatie dat ik wel voor de goal kwam ofzo. Ja. Nou, geholpen uiteindelijk. Dat was wel zo van sprint, even ervoor. Ja, klopt. Ja. Ja. Waar gaat het eindigen, Patrick? Want FC Groningen heeft de beste seizoenstart sinds jaren. Ja. Hoeveel rek zit er nog in? Volgende week Feyenoord uit? Ja, ik denk als ik kijk naar ons team, ik denk dat er nog veel rek in zit. Als ik kijk naar alle jongens en gewoon hoe we bezig zijn. Ja, ik denk dat we nog heel veel dingen kunnen verbeteren. Dat we al laten zien dat we al de laatste weken al stapjes hebben gemaakt. Maar dat we, als we die weg gewoon zo door blijven inzetten, dat, ja, dat er nog gewoon heel veel rek in zit. We vroegen ons nog af, je bijnaam die je zelf hebt gegeven is Petje van Oost. Ja. Waar komt dat vandaan, joh? Ja, nou, ik heb het niet helemaal mezelf gegeven, moet ik eerst zeggen. Okay. Mijn bijnaam geef je niet echt jezelf, toch? Dus, heb je ook gelijk, ja. Dus ja, kijk, ik kom uit Nijmegen en ik kom zeg maar van Nijmegen-Oost. Maar het ding was, op een gegeven moment ging ik naar NEC, voetballen daar in de jeugd. En toen kreeg ik eigenlijk een hele vriendengroep
met allemaal jongens die soort van uit West kwamen of uit Zuid. En dus bijvoorbeeld in die jaren eigenlijk ben ik altijd met de jongens om blijven gaan. En dan kwam ik altijd voor het voetballen op die pleintjes of was ik gewoon daar vaak in die wijken. En dan was ik zeg maar die enige jongen uit Oost, snap je? Dus ja, ja, ja. Dan begrijp je al een beetje. Hoeveel gaat de Petje van Oosten nog maken dit jaar? Ja. De ketchupfles is geopend, hè? Ja, ja, ik hoop dat er veel ketchup, dat er grote ketchupfles is. Maar... wel een pak maken. Ja, dat is wel de bedoeling. Dank je. Hoe bevalt het leven hier in de mooiste stad van Nederland? ja, tot nu toe op zich goed. Ik woon goed. Ja, een stad op zich... ja, kijk, nu, ik vind het moeilijk oordelen over deze stad nu. Omdat ik kom eigenlijk in een periode dat alles dicht is. Ja. Dus ik weet nog niet helemaal wat de stad te bieden heeft. Maar toch mijn eerste gevoel... Vooral de eerste weken toen ik er was, toen het mooi weer was. Toen had ik wel een gevoel, ja, gewoon leuk... bruisende stad. Als je er naartoe rijdt, is er echt, zeg maar, heb je echt kilometers niks. Maar dan ja. Op een gegeven moment, als je in Groningen bent, heb ik het gevoel, ja, dan heb je wel wat. Ja, dus ja. Op zich prima. Mooi ja. Zo. Yes? Dankjewel. Ja. Jullie bedankt. Joep.